Oké, dames en heren. Laatste deel van het programma. Het hoogtepunt is zometeen de uitreiking van de Sustainability and Innovation Awards. Dat gaat Erik doen. Maar voor die tijd hebben we nog, moeten we eerst even kijken wat het is. We hebben weer ontzettend leuke inzendingen. En met die inzendingen hebben we gezegd, van dat moet je beleven. Dus eigenlijk weet dit je start vanuit een vraag, breng mij een oplossing voor mijn een afzet van mijn dier, wat ik niet in plastic krat nodig heb. Kinderzitje. Dankjewel. Wat ik eigenlijk net zoals jullie doe, is ik heb een idee en ik wil dat naar een soort materiële wereld trekken. En dat spel tussen idee en tactiliteit is precies waar we in zitten. Waarin we met name op dit moment als jonge ontwerpstudio heel erg bezig zijn met interactieve dingen. Hoe kunnen we dingen maken die letterlijk tot leven komen, waarin die relatie tussen mens en product eigenlijk bijna hetzelfde worden. Onze koninklijke hoogheid, koningin Maxima, waarin ik haar aan het overtuigen ben dat als we, dat we een speciale royal version voor haar zouden maken, ze een van de meest innovatieve mensen van de wereld zou zijn. En je ziet dat haar blik... Ze twijfelt. Ja, nou ja, dat is... Nee, we hebben nog een creatieve sessie nodig. Ja, precies, ja. En dit is Santa Marie Madeleine, begin 1700. Een gebouw waar ze heel veel tijd, geld en energie in steken om het perfect te houden. Alleen er is één probleem. Het is zo mooi dat niemand naar binnen durft en er helemaal niks mee gebeurt. Het is super clean. En dus de stad vroeg eigenlijk aan ons, kan je iets maken om dus die relatie tussen mens en gebouw meer te koppelen? Dat het ook weer tot leven komt, dat het weer hedendaags wordt. Toen hebben we deze naar binnen gezet. Je weet nog wel die folie, hè, met die warmte die ik drie keer heb laten zien net? Nou, dit is de doom. Dus op basis van de warmte van je hand en het licht daarachter, vouwt het zichzelf open, hè, als een bloem. En tegelijkertijd... Kijk maar even. Volgt het lichtje. Opeens begint het gebouw... Het toont het oude gebouw weer. Sluit als je weggaat. En mensen hebben zoiets, hé, daar zit een engeltje. Ja, hallo, die zit er al 300 jaar, weet je wel. Maar ze gaan opeens weer kijken. Dus je verbergt en je toont weer. Meerdere mensen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat als je dat doet met een stukje lef en verbeelding, er een hele nieuwe wereld staat te wachten. Okay. Dankjewel. En in een week zoals deze, en dat meen ik serieus, op die dinsdag, Dennis en ik, wij waren niet alleen onder indruk, met name onze gasten, onze klanten waren onder de indruk. En aan het eind van de dag hadden we gewoon drie gasten die echt gewoon
helemaal smurfit kappa-minded waren. En dat kwam gewoon simpelweg door jullie. En dat is toch een benoemenswaardig. En dat wil ik allereerst doen. En daar wil ik jullie nogmaals hartelijk voor danken. En alvast een applausje voor jullie allemaal. Consumer Packaging. En de winner is... Softtouch Packaging, de Republiek van Nederland. Retail Ready Packaging. En de winner is... Moshi Monsters, Burger Kappa Turner. Industrial Packaging, Roses Protection Colors, Burger Kappa NL. Door naar Displaced. En de winner is... ABLF, Burger Kappa Rome. Eindelijk kunnen pickers. Other Applications. En de winner is... The Kitchen, Burger Kappa Zeder. De overall winner, ABLS van Spurfit Kappa Drogenbol. Dat is de grootste prijs. Dat is de grootste prijs. Dat is de grootste